Ik had hier even over na moeten denken voordat ik die Stunky aan ging vallen. Want als ik hem nu niet vang, dan heb ik misschien een probleem. Ah! Jullie weten wat dat betekent. Daar gaat Grookey, jongens. Onze eerste Pokémon die evolueert. Lekker, man. En hier hebben we hem. Twacky! Yo, Nintendo fans! Rick! Ja? Jouw team is poep! Ja, kom jij dan gewoon in mijn team, net alsof jij het beter kan of zo. Ga jij maar gewoon lekker op de bank zitten. Ik heb vertrouwen in mijn team. Maar in deze grot mogen we een nieuwe Pokémon gaan vangen. En wie is de nieuwe Pokémon? Het is de eerste Pokémon die wij zien. En dat is een Timber of een Diglett. Een Timber of een Diglett. Ik denk dat we dan beter voor Timber kunnen gaan. Diglett is echt heel snel dood altijd. Die heeft zo'n lage defense, daar heb je niks aan. Nou weet ik dat Confusion waarschijnlijk super effective is. Ik denk dat we hem daarmee kapot maken. Dus dat moeten we sowieso niet doen. Hij gaat voor Low Kick. Ja, kijk, dat is not very effective. Dit is een goede keuze geweest om Slowpoke in te zetten. Ik ben sowieso al tevreden over mijn Slowpoke. Ik denk dat mijn Slowpoke echt heel erg goed zal zijn. Ik hoop dat mijn Slowpoke nog lang niet doodgaat. Slowpoke moet blijven, jongens. Ja, en misschien dat deze Timber ook wel waardevol kan zijn, hoor, voor mijn team. Alleen voor wie moeten we hem dan in het team gaan doen? Dat is natuurlijk strakjes de vraag. Ik hoop dat we hem gaan vangen, jongens. Dat moeten we eerst nog laten zien te fixen. 1, 2, en 3. Ja, Timber, kom maar. Yo, we have a Timber. Maar voor wie moet hij in de plek komen? Oh ja, en ik zag allemaal comments van... Rick, je doet de Nuzlocke niet goed. Je moet je Pokémon een nickname geven. Ik had daar geen zin in. En het maakt helemaal niet uit voor de gameplay. Het spel wordt er niet makkelijker of moeilijker van. En ik vind het gewoon leuker als ze hun eigen naam hebben. Anyway, Timber. Voor wie moet hij dan in de party? Sowieso niet voor Slowpoke. Sowieso niet voor Thwacky. Ja, Nickit twijfel ik dus heel erg over. Bunnelby heb ik ook mijn vraagtekens bij. Maar Bunnelby gaat wel grondtype moves leren die heel erg handig zijn tegen vuur. En wij hebben weinig counters tegen vuur. Ja, Wooloo vind ik gewoon vet. Nou, weet je wat? Fighting Pokémon hebben ook wel erg veel weaknesses. Dus ik denk dat ik Timber gewoon niet in mijn team ga doen. Nou, Timber, je mag naar de box! Maar goed, als er nu dus een Pokémon van mij dood zou gaan, dan zou ik dus Timber mogen gebruiken ter vervanging. Die Diglett, die loopt aardig in de weg, jongens. Geef mij eens eventjes XP. Oh, hij gaat nu mudslappen. Ik moet wel eventjes voorzichtig doen met deze Diglettje, jongens. Hij laat niet met zich zollen. Met zijn modderklap. Ook nog even een critical hit. Oké, mijn accuracy gaat down. Diglett, wil jij eens eventjes heel snel normaal gaan doen, alsjeblieft? Je gaat mijn Slowpoke ook niet zomaar nokken, hè? Mijn Slowpoke ook wordt een belangrijke pion in dit avontuur. Ik heb hem even geheeld, want ik moet niet mijn Slowpoke kwijtraken nu. Hoppakee. Slowpoke, een leveltje omhoog in plaats van dood. En Slowpoke leert nu Disable. Dat is wel nice. Want als we dan te maken krijgen met een Pokémon die één hele sterke move kent en die steeds gebruikt, dan kunnen we die disablen. Oké, let's go. Battle in deze map. Laten we hopen dat we deze mijn overleven zonder dat er een Pokémon doodgaat. Want ja, dan mogen we hem dus niet meer gebruiken. Ik switch mijn Slowpoke ook eventjes voor Thwacky tegen deze Roggenrola. En Roggenrola doet een tackle. Nou jongen, dat deed me toch een pijn. Ik vind de shiny Roggenrola trouwens echt cool. Tenminste, als die in een Gigalith evolven, dan is die echt heel nice. Bunnelby gaat ondertussen naar leveltje 14. En dan is deze trainer alweer klaar. Pakken we uiteraard even de items die hier liggen. 3 Great Balls. En buiten ligt nog een TM Rock Blast. En die kan ik letterlijk aan niemand uit mijn team leren. De volgende trainster. En deze trainster heeft, als het goed is, Timbers. Als ik dat goed onthouden heb. En Timber gaat weer voor Low Kick. Wat niet very effective is op mij natuurlijk. Maar mijn Confusion is wel super effective op Timber. I'm yelling Timber. Hij doet een pound. Ja, maar ik ben echt blij met mijn Slowpoke, jongens. Mijn Slowpoke rockt. Mijn Slowpoke rockt de hele boel bij elkaar. Kijk hem. Was wel een beetje sketchy hoe we Slowpoke hebben gekregen. Dat kon je zien in de vorige aflevering. Maar... Ja, volgens mij was het toch gewoon volgens de regels. Timber gaat nu voor een rock throw. Ja, en dat is altijd best wel een sterke move. Maar je ziet gewoon dat de verdediging van mijn Slowpoke echt dik in orde is. Slowpoke en Thwacky, die behoren echt tot de kern van mijn team sowieso. Ik denk niet dat die heel snel weggaan. Over de andere twijfel ik nog een klein beetje. Maar ja, Timber is in ieder geval weer weg. En dan gaat Stunky een leveltje omhoog naar level 14. Hij heeft gewoon nog een Timber. Oh, ik zeg hij, maar het is een zij. Ja, met deze moves kan je allemaal niet heel veel betekenen, jongen. Dit is gewoon gratis XP-voer voor mijn Slowpoke. Tot overmaat van ramp. Nou ja, hij is een beetje wanhopig, denk ik. Hij doet nu Focus Energy, maar ja, dat is al helemaal te laat.
Want deze Confusion maakt ook gehakt van de laatste timber van deze trainster. En daarmee gaat Slowpoke naar level 16 en Nickit naar level 15. Mijn Slowpoke is wel traag, maar de attack en defense zijn sick. En Nickit, ja, die heeft wel een beetje een lage defense. Dat baart mij wel een beetje zorgen eigenlijk. Pakken we hier nog een TM op. Scary Face. Ja, die gaan we niet echt gebruiken. En er lag hier ook nog altijd wat. Een Stardust. Ik zag trouwens dat 63% van jullie nog niet geabonneerd is, jongens. Druk op die abonneerknop en help me naar de 100.000. Nou weet ik niet meer precies welke Pokémon deze trainster had, hoor. Diglett. Oh jee, Diglett doet Astonish, jongens. Ja, dat is wel super effective. Gelukkig doet dat alsnog niet heel veel pijn. Ik ben wel flinched. Hey, dit gaan we niet te vaak doen, Diglett. Hier gaan we mee kappen, hè. Come on. Hoppakee, Confusion op je bakkes. Hij gaat weer voor Astonish. Nee. Doe nou niet. Laat me Slowpoke met rust. Ik ben weer flinched. Hou op. Ik had Twacky hiervoor moeten gebruiken. Maar ik denk dat mijn Slowpoke het alsnog wel aan kan. Ja hoor. Kijk, Diglett gaan wel snel dood. En daarom heb ik net die Diglett dus niet gevangen. Want die verdediging is echt waardeloos. Woeloo gaat lekker naar leveltje 15. Lekker een allround Pokémon. Daar ben ik wel blij mee met mijn team. Zij switcht nu naar Drillbur. En dan switch ik naar Thwacky. Drillbur ziet er echt schattig uit. Het is echt zo'n schattige mol. Hier, Drillbur. Sorry, man. Ja, daarmee gaat Thwacky naar level 18. We zijn lekker aan het levelen hier. Ik loop dus stiekem elke keer even terug om mijn Pokémon te healen. Want ik heb niet zoveel healing items bij me. Ik denk dat deze trainer wel grond- of steen-Pokémon heeft. Oh, die heeft een Rolycoly. Oh, snap. Ik heb net gewisseld naar Thwacky. Oké, nu moeten we echt heel hard hopen dat hij geen vuuraanvallen kent. Want als hij vuuraanvallen kent, dan hebben we een probleem. Maar gelukkig zijn we sneller en komt het daar helemaal niet toe. Maar ja, dit kan een gevaar zijn, hoor. Het is al klaar. Oké. En daar staat hij, hoor. Daar staat hij. De grootste chop in deze Pokémon game. Het is... Hij zegt, kom je hier naartoe? Ik zou hem maar niet doen. Nou, wel. En ik weet dat jij Psychic Pokémon hebt. Dus ik wil eigenlijk Nickit gaan gebruiken. En ik denk dat Snarl en Beat-Up mijn beste aanvallen hiervoor zijn. Nou heeft Nickit toch niet zo heel veel HP. Dus ik vind dit eigenlijk best wel spannend of dit gaat lukken, jongens. Oké, daar gaan we. Ja, BD heeft wel Pokémon die dan in één keer toch iets anders doen dan wat je zou verwachten. Als ze opeens met een Fairy Move komen, ja, dan ben ik de Sjaak. Laten we gaan proberen met Snarl. We zijn in ieder geval sneller. Come on, Nickit. Lekker. Oké, Solosis. Bijna down. Wat gaat Solosis doen? Endeavor. Ja, dit bedoel ik, hè. Dit bedoel ik. Mijn defense is echt niet heel hoog. Ik doe nu Beat Up. Oh, nee. Oh, ik dacht echt dat het klaar was met Nickit. Ik dacht, als ik hem maar zo zachtjes raak, dan heb ik een probleem. Dan is mijn Nickit weg. Benelby gaat naar level 15. Oh my gosh, mijn Nickit is al bijna kapot, jongens. Ik moet nu al switchen. Jij kent natuurlijk Payback. En Payback, die is ook super effective. Nou, het had meer damage kunnen doen. Ik hoopte dat het meer damage zou doen dan dit. Athena doet Confusion. Ja, die doet ook wel aardig pijn. En ik ben nu ook confused. Oké, we switchen door. Naar Thwacky. Hij gaat lekker door met Confusion. Oh, die is wel goed, man, die Athena. Critical hit, alles. Let's go. Razor Leaf. Maak hem kapot. Lekker. Athena is ook weg. Oh, en dan hangt dit toch wel veel af van mijn starter Pokémon, hoor. Als ik eerlijk moet zeggen. En dit is de laatste Pokémon. Dit is Gotita. Ik hoop niet dat die mij te veel pijn kan doen. Nog een keer Razor Leaf. Gelukkig raken we Gotita. Gotita is niet in één keer down. Gotita doet nu Tickle. Ik weet niet zo goed wat Tickle doet. Tickle doet dat mijn aanval en mijn verdediging omlaag gaan. En dan hoop ik maar dat ik het met Branch Poke nu toch af kan maken. Ja! We zijn deze encounter met BD gelukkig doorgekomen zonder Pokémon te verliezen. Nickit en Stunky gaan allebei een level omhoog. Maar die verdediging van Nickit, die is echt dramatisch. Die staat nu pas op 14 puntjes. Dat is echt niet goed. Nickit wil wel Assurance leren. Die gaan we even in de plaats doen van Home Claws. Ik denk niet dat mijn Nickit deze hele Nuzlocke gaat overleven, jongens. Dat denk ik echt niet. Stunky groeit naar level 15 en zijn stats zien er eigenlijk een stuk beter uit dan die van Nickit. En de eerste fight met BD is klaar. Wegwezen, vriend. Opzouten. Weg uit deze grot. Mafkees. Ja, en dan komen we hier naar buiten. En dan mogen we op deze route weer nieuwe Pokémon gaan vangen. De eerste Pokémon die we zien. En die gaan we hier in het gras zien. En wie zal het zijn? Ik zie nog niks. Ik zie nog niks. Ik zie daar iets.
Ik zag er twee tegelijk. Ik zie daar een Persecutor en ik zie hier een Manectric. Oh nee, dat is natuurlijk nog Meowth, hè. Het is nog geen Persecutor. Ik denk dat we moeten gaan voor Meowth, jongens. Ik denk dat we dit moeten doen. Want er zijn heel veel type moves die not very effective zijn tegen Steel-type Pokémon. En dat is wat deze baas gaat worden. Maar ja, dan komen we straks bij de vraag, als we deze gaan vangen, wie moet er dan uit mijn team? Hij is lekker met munten aan het gooien, jongens. Oude muntenharker. Ja, ik denk dat dit een hele goede Pokémon kan zijn hoor, jongens. We moeten hem alleen niet inzetten tegen vuur-Pokémon en tegen fighting-Pokémon ook niet. En voor de rest, ja, zijn er weinig weaknesses voor deze Pokémon. Ik ben hier wel enthousiast over eigenlijk. Let's go! Ja, en als ik heel eerlijk ben, dan heb ik gewoon geen vertrouwen in de verdediging van Nickit. Ik denk dat dat een parten gaat spelen. Ik denk dat hij zo doodgaat op het moment dat hij een flinke move op zijn bakkers krijgt. Dan is het gewoon klaar met Nickit. Dus hoe leuk dit vosje ook is... Sorry man, Meowth komt voor je in de plaats. Ik heb wel het gevoel dat we nu lekker een bulky team aan het maken zijn hoor. Ik bedoel, Wooloo die kan wel een klappie vangen. Stunky die kan wel een klappie vangen. Volgens mij Meowth ook wel. Slowpoke kan een klappie vangen. Dan hebben we Twacky die gewoon heel sterk is. Oké. En dan hebben we nog een Bunnelbietje natuurlijk. Ja, en al met al heb ik daar wel aardig wat vertrouwen in hoor jongens. Ik ga even deze Persecutor, die straks een Persecutor gaat worden. Hij is natuurlijk nog geen Persecutor. Ik ga hem eventjes laten gapen. Hij moet even slapen. En dan ga ik hem langzaam kapot maken met Confusion. Weet je wat? Misschien gaat het sneller als we Bunnelby even met modder laten schieten. Want dat is natuurlijk ook nog een weakness hè. Ground type moves. Die waren we net even vergeten, maar hij kan ook niet tegen grondtype moves. Dus even kijken wat dat op hem gaat doen. Nou, hij overleeft hem wel gewoon. En eerlijk jongens, deze Pokémon hoort toch gewoon bij Rickachu. Kijk die baard van die Meowth. Die is... Ja, hij is wel iets langer dan mijn baard. Misschien moet ik ook zo'n baard laten groeien. Letterlijk tot aan mijn voeten. We hebben hem jongens, we hebben hem. Slowpoke en Wooloo gaan een leveltje omhoog. En Wooloo wil Double Kick leren. Oké, we hebben een uitdaging jongens. We moeten tegen een Butterfree. Een Butterfree van level 15. Ja, dit zou nog wel eens een dingetje kunnen worden. Kijk, Confusion is natuurlijk not very effective op mijn Meowth. Nou hoop ik dat ik ook niet confused raak. Ik doe niet zo heel veel damage zoals je ziet. Ik kan hier mijn Thwacky niet voor gebruiken. En ik kan hier ook mijn Slowpoke niet voor gebruiken. En ik kan hier ook geen Dark-type Pokémon voor gebruiken. Dus ik kan Stunky eigenlijk ook niet gebruiken. Dit is gewoon gelijk de eerste test van onze brand new Meowth. PD. Ja, oké. We hebben hem voor de helft kapot. Ah, en dit is dus heel naar, hè. Kijk, hij doet nu Supersonic. Ja, dat is een probleem. Want nu ga ik mezelf waarschijnlijk raken. En dat is heel naar in deze challenge. Butterfree is wel bijna down. Maar ik denk dat ik toch even moet wisselen. Wooloo moet gewoon al onze problemen elke keer oplossen, jongens. Wooloo is gewoon de beste Pokémon ooit. Doe een duimpje omhoog als je vindt dat Wooloo de beste Pokémon ooit is. Nou, Butterfree gaat lekker door met zijn Confusion. Ah, die doet best wel wat pijn. Nou, het is een critical hit ook. Gelukkig ben ik niet confused. Ik denk dat we deze Butterfree wel moeten kunnen pakken met Wooloo. Hij heeft letterlijk nog 1 HP. Nee! Nee, die trainer doet een potion. Ja, dit was toch wel slim om hem een potion te geven. En ga je nou ook... Oh, hij gaat ook mijn Wooloo confusen. Oh, wat naar dit. Oh, je wil het dus zo gaan spelen? Je wil gewoon lekker dit met potions gaan doen? Hier, ik heb ook een potion voor je dan. Let's go, Wooloo. Full HP Wooloo op je bakkes. En zo zie je maar, hè, dat je altijd voor verrassingen kan komen te staan in een Nuzlocke Challenge. We zijn gelukkig niet meer confused. En Wooloo heeft het overleefd. En Butterfree heeft weer 1 HP over. En nu is het klaar. Kijk hem rollen. Hoppakee. En Butterfree gaat ons wel lekker XP'tjes geven. Dat weet ik wel. Kijk maar. Hoppa. Meowth en Twacky beide een level omhoog. Meowth krijgt zelfs 633 XP. En als we naar de stats kijken van Meowth, ziet dat er redelijk oké uit. Maar als die evolved, dan hebben we wel echt een betere Pokémon. Heb je nou nog een Pokémon? Hij heeft gewoon nog een Seedot. Jongen. Oh nee. Nee, die Seedot gaat rollout doen. Dat is een probleem. Nee, dit wordt een groot probleem. Oh, ik hoop zo dat we hem in 3 keer down hebben nu. Rollout wordt namelijk steeds sterker. Ik denk dat we nog wel 1 rollout kunnen overleven. Oh nee. Ik durf niet te kijken, jongens. De volgende overleven we niet meer. Ah, en we hebben Seedot down. Twee spannende battles achter elkaar, jongens. Eerst met BDE en nu met deze trainer die opeens nog even een Butterfree had. En daarna nog een extra Pokémon. En Bunnelby is naar level 16. Ik vond dit spannend. Maar al onze Pokémon leven nog. En in de verte zien we daar de eerste gym. En die gaan we bezoeken in de volgende aflevering, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!